Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op later moment digitaal aan ons verbonden is, van harte welkom in deze dienst. Deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing vanmiddag is uit 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. En aan het orde van behandelen is artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het thema van de verkondiging is, hij komt, zijn we er klaar voor? Fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor PNIO algemeen en die bijzonder ontmoetingsbijeenkomsten. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u overmaken op de gebruikelijke en bekende wijze. We gaan nu zingen Psalm 96, vers 6 en 9. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere,
in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over het oordeel. De Heer Jezus die terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En daarom zongen we net ook over de Heere die komt en die zal richten vol majesteit. En de psalm die we nu zingen heeft ook te maken met het oordelen van God. We zingen samen psalm 9, vers 8 en vers 19. Als de Heere gaat oordelen, zal het een eerlijk oordeel zijn. Zo zingen we ook naar de geloofsbelijdenis. Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Blijdt u het in uw hart, in jouw hart, met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen.
Zullen we de Heere God aanroepen in ons gezamenlijke gebed? Grote schepper van hemel en aarde, we roepen u aan. We roepen u aan met vrijmoedigheid. Vanwege het wonder dat u niet alleen de almachtige schepper van hemel en aarde bent, maar dat u ook naar ons toe komt. Eens met ons wil zijn. Tot op de laatste dag. Tot de dag van de wederkomst. En we danken u, Heere, dat we tot uw genadetroon mogen komen. Want u bent heilig en glorieus en vol majesteit. U bent zo groot, al zou u hier verschijnen, Heere, wij zouden niet kunnen blijven staan, niet kunnen blijven zitten. Er blijft niets van ons over. U bent een verterend vuur. En toch, Heere, mogen we u ook aanroepen als Vader. Heere, die verhevenheid van u en die nabijheid van u, die vegen we soms zomaar op een hoop. Maar willen u eren om uw verhevenheid en grootheid. In de wetenschap dat u eenmaal zult komen om te oordelen. En dat we nu nog kijken in een spiegel, in een raadsel. Maar dan alles zullen zien zoals we zelf gezien zijn. Wat zal dat zijn, Heere? Maar u bent ook zo nabij. Abba, Vader. Geef, Heere, dat we dat in ons leven mogen blijven zien. En geef dat we vanmiddag daarin mogen oefenen. Om u te zien zoals u zich openbaart in uw woord. En dan weet u, Heere, hoe kwetsbaar we zijn, hoe zwak. En ook dat ons bevattingsvermogen zo beperkt is. We vragen nu, wilt u door uw geest ons verstand verlichten? Dat u met de kracht van uw geest zo werken dat wij u zien zoals u gezien wil worden. U, Heer Jezus, als de verlosser, de redder, maar ook de rechter die eens komen zal. Heere, zegent u ons als we uw woord openen. Geef dat we dat stukje uit die brief van Paulus mogen begrijpen. Geef dat het niet alleen begrepen wordt, maar dat het ook ons hart binnenkomt. En geef dat ook het onderwijs uit de Nederlandse geloofsbelijdenis ook binnen mag komen. Heere, geef dat we zo gebouwd mogen worden in het geloof dat niemand van ons, of we nu hier zijn of op afstand verbonden, dat er niemand van ons zich zal hoeven te schrikken als we eenmaal voor uw rechterstoel verschijnen. Maak ons daar klaar voor, Heere. We bidden u voor de mensen die ons lief en dierbaar zijn. Misschien ook wel hier aanwezig in de kerk, die hun hart gesloten houden voor u. We bidden u voor die mensen die we zo het evangelie gunnen, maar die met de rug naar u toe staan en liever zonder u leven. Maar Heer, dat betekent ook zonder u eindigen. Heer, dat gunnen wij ze niet. Heer, dan mogen wij getuigen en dat proberen we te doen met lek en gebrek. Maar u bent degene die ook kunt overtuigen. Wilt u dan vanmiddag ons overtuigen? Wilt u in ons hart werken? En geef, Heer, dat als we misschien u al jaren kennen, dat we mogen weten dat u onze verlosser bent. Dat we iets meer van de rijkdom mogen zien van wat er allemaal in verscholen ligt. Geef dat we bevestigd mogen worden in het feit dat het na het leven hier niet ophoudt, maar dat dan de heerlijke toekomst opengaat. Dank u wel, Heere, voor dat perspectief, voor ieder die in u gelooft. Dank u wel dat perspectief er is in Veenendaal. Maar ook voor onze broeders en zusters die soms zo verdrukt worden en aangepakt worden door hun omgeving. Die leven in erbarmelijke omstandigheden omdat ze hun hoop gevestigd hebben op u. Heere, geef wat nodig is aan hen. Wij beseffen, Heere, dat het genadetijd is dat u nog niet teruggekomen bent. Want u wilt dat uw huis vol wordt. En we danken u ervoor dat die genade er ook vandaag nog is. Maar we bidden u, Heere, geef dat we dat niet naast ons neer zullen leggen. En help ons om onze tijd goed te besteden. Help ons in het maken van keuzes. Bereid ons voor op de komst van u, op de wolken. Ja, geef zo ons, te midden van alle kwetsbaarheid, van alle zondigheid,
midden van alle tekorten van onze kant, een goede dienst. Ja, bouw ons in het geloof, opdat uw naam in onze levens verheerlijkt wordt, opdat wij allen heen zullen leven met verlangen, met verwachting, naar dat wat eenmaal in volmaaktheid komen zal. Grote God, Satan gaat nog rond als een brullende leeuw. Hij zal proberen ons te verstoren en hij wil ons graag afhouden van het voorbereiden op die ontmoeting met u. Verbreek zijn werk, heren. Opent u onze ogen voor de opening in ons leven waar hij zomaar gebruik kan maken en ons bij u vandaan trekken. Machtige God, we bidden u ook om uw ontferming over die vele armen in deze wereld. De vluchtelingen, zij die in oorlog leven. Heren, meer dan 300 raketten op Israël vanuit Hezbollah. Heftig. Zoveel oorlogen en conflicten die maar doorgaan. Heren, dan kunnen we misschien kijken naar relaties. Het kan er soms ook een communicatiemisser zijn. Wat lukt het ons slecht om samen op te trekken? Wat is er veel egoïsme? En vergeef het ons als wij daar ook deel aan zijn. Heren, wilt u ons zo vanmiddag een goede dienst geven, waarin wij gevormd worden tot uw eer en klaar zijn om u uit genade te mogen verwelkomen als onze rechter, maar ook als onze redder. Wij vragen het u niet om iets in ons, maar om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, goed dat jullie er zijn vanmiddag. De klok die je op het plaatje ziet, is een hele bijzondere klok. In het Engels wordt die de Doomsday klok genoemd. Oftewel de dag van het oordeel klok. In 1947, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog, heeft iemand deze klok gemaakt. En het werd de tijd gezet op 7:45. Vanuit de gedachte, het is bijna 12:00 en als het 12:00 is, dan zal de wereld vergaan door een wereldwijde catastrofe. 7:45. Elk jaar in januari wordt bepaald waar die klok nu staat. Het begon dus met 7:45. Op een gegeven moment werd het 2:12. Het werd ook weer 17:12. Op dit moment staat de klok dichterbij 12:00 dan ooit. 1,5 minuut voor 12. En je merkt aan die klok, en misschien kijk je ook wel eens films of hoor je er wel eens wat van, dat heel wat mensen toch bezig zijn met eenmaal vergaat de wereld. Een nucleaire ramp. Of misschien wel een meteoriet die inslaat en die al het leven op aarde onmogelijk maakt. Je merkt het. Mensen zijn ermee bezig. Maar één ding wordt dan vaak gemist. En dat is wat beloofd is aan de discipelen. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, werd hem beloofd, ik kom terug. En wij geloven als christenen dat de Heer Jezus eenmaal zal komen in heerlijkheid en glorie. En dat dan het oordeel zal plaatsvinden. En misschien heeft u het filmpje gezien, in Scipio, Facebook. Dan zal de bazuin, de ramshoorn geblazen worden. Dat heeft de Heer gezegd. Dan zal het geluid te horen zijn. In Veenendaal, overal waar mensen zijn, dan komt de Heer Jezus terug. En de vraag van vanmiddag is, zijn we er klaar voor? Stel dat Hij vandaag komt. Bent u, ben jij, ben ik er klaar voor om Hem te ontmoeten? Laten we gaan lezen uit de Bijbel. Een gedeelte waarin Paulus schrijft over hoe dat zal zijn als Jezus komt. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. En deze mensen leven heel sterk met vragen over de wederkomst. En Paulus geeft dan uitleg. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is,
zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dat zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Dit gedeelte en ook andere gedeelten uit de Bijbel is het onderwijs van onze geloofsbelijdenis gegrond. Het laatste artikel, de laatste preek ook vanuit de serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we lezen met elkaar het 37e artikel. Vervolgens zingen we ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 32, waarin God bezongen wordt als de richter der gedingen. Ten slotte geloven wij, in overeenstemming met het woord Gods, dat als de door de Heere bestemde tijd, die in alle schepsel onbekend is, gekomen en het aantal uitverkorenen vol zal zijn, onze Heer Jezus Christus van de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als Hij ten hemel gevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te openbaren als rechter over levenden en doden. Terwijl Hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te zuiveren. Dan zullen voor deze grote rechter alle mensen persoonlijk verschijnen. Zowel mannen als vrouwen en kinderen die geleefd hebben van de aanvang van de wereld af tot het einde. Gedagvaard door de stem van de aartsengel en het geklank van een bazuin Gods. Want al de gestorvenen zullen uit de aarde verrijzen. En de zielen zullen samengevoegd en verenigd worden met hun eigen lichaam waarin zij geleefd hebben. Degenen die dan nog leven, zullen niet sterven zoals de anderen, maar in één ogenblik veranderd en van vergankelijk onvergankelijk worden. Dan zullen de boeken, dat zijn de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar wat zij in deze wereld gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van elk ijdel woord dat zij gesproken hebben. Al houdt de wereld dat slechts voor spel en tijdverdrijf. En dan zullen de verborgenheden en huichelarij van de mensen openlijk voor allen aan het licht gebracht worden. Daarom is de gedachte aan dit oordeel met recht schrikwekkend en angstaanjagend voor de bozen en goddelozen. En zeer begeerlijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen, omdat dan hun verlossing geheel voltooid zal worden en zij daar de vruchten van de moeite en het lijden dat zij gedragen hebben zullen ontvangen. Hun onschuld zal door allen worden erkend en ze zullen de verschrikkelijke wraak zien die God zal uitoefenen op de goddelozen die hen in deze wereld getiranniseerd, verdrukt en gekweld hebben. Deze zullen tot erkenning van hun schuld gebracht worden door het getuigenis van hun eigen geweten. Zij zullen onsterfelijk worden, maar slechts om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. De gelovigen en uitverkorenen daarentegen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon Gods zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkoren engelen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het zal bekend worden dat hun zaak, die thans door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een beloning uit genade zal de Heer hun zulk een heerlijkheid doen bezitten, als in het hart van een mens nooit zou kunnen opkomen. Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen, om ten volle de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere te genieten.
Psalm 82, die we net zongen, is een psalm waarin mensen in de verdrukking roepen: God, sta op, richt, want de onrechtvaardigen, zij nemen het over en maken het moeilijk. God, kom alstublieft. Psalm 98, die we zingen na de preek, heeft een andere toon. Daar klinkt de vreugde in door. Dat hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En daar is de Heere voor te eren. We zingen dan Psalm 98, het vierde, en daarna het tweede couplet. Het thema voor de preek is: hij komt. Zijn we er klaar voor? Hij komt. Zijn we er klaar voor? Drie punten als structuur. We kijken allereerst naar de verschijning van de Heere. Vervolgens naar de voltrekking van het oordeel. En in de derde plaats naar de verwachting van de gelovigen. De verschijning van de Heere. Het begin van het artikel zegt: ten slotte geloven wij, sla ik een stukje over, dat onze Heer Jezus Christus van de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als hij ten hemel gevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit. Voltrekking van het oordeel, halverwege, maar op een derde. Dan zullen de boeken, dat zijn de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar wat zij in deze wereld gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En als laatste de verwachting van de gelovigen, helemaal aan het einde van het artikel. Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen om ten volle de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere te genieten. Gemeente van Christus, vanmiddag u hier in de kerk en nu als u verbonden bent op afstand. Afgelopen week sprak ik een jong stel. Ze hadden elkaar leren kennen, begin 20, en ze hadden elkaar in de ogen gekeken en er was een vonk overgeslagen en het werd iets meer dan een vonk. En intussen waren ze zover dat ze graag wilden gaan trouwen. We spraken zo even over de trouwplannen en ze waren druk bezig met hun huis en de inrichting ervan. Welke kleur moet het worden? Wat voor materiaal? Gaan we sausen of toch behangen? Twee stoelen of toch een bank? Druk bezig. En die bruiloft, hoe moest die eruit komen te zien? Welke locatie? Welke dag? De auto? De jurk? Pak? De gasten? Ze hadden allemaal dingen om naartoe te leven van een eigen bruiloft. En op een gegeven moment vroeg ik door naar het geloof. Wat betekent dat voor jullie? Hoe is dat in jullie leven? En toen vertelden ze dat er een verdiepingsslag gekomen was toen ze elkaar de volgende vraag hadden gesteld. Als Jezus nu terugkomt, waar zul jij dan zijn? Als Jezus nu terugkomt, waar zul jij dan zijn? Kijk, wij zitten hier vanmiddag in de kerk en we hebben ook onze plannen. Misschien ben je zover dat je een relatie hebt of zou willen. Misschien heb je trouwplannen of al lang getrouwd. We hebben plannen. Opleiding, werk, toekomst, zo'n auto, zo'n huis. Allemaal plannen. Als je ouder geworden bent, misschien minder. Maar toch kun je dan nog vooruitkijken. Als ik misschien mijn achterkleinkind mag zien. Of als ik dat nog maar mag meemaken. Je hebt plannen. Maar stel dat iemand je aankijkt. En tegen je zegt: als Jezus nu terugkomt, waar zul je dan zijn? Ja, stel je voor dat je man of je vrouw, je vriend of je vriendin, je dat nou vandaag zou vragen. Niet alleen heb je een fijne zondag gehad, heb je lekker gegeten. Maar als Jezus nu terugkomt, lieverd, waar zul jij dan zijn? Wat zou mijn antwoord dan zijn? Hoe zou ik dan reageren? Ja, als het gaat over de wederkomst, is het goed om die klem eens even neer te leggen. Want de wederkomst roept vaak ook vragen op. Hoe zal het precies gaan? Hij komt op de wolken. Elk oog zal hem zien, maar ja, als die komt zoals die gegaan is en ik ben aan de andere kant van de wereld, hoe zit dat?
En het is intussen zo lang geleden. Hoe gaat het met de mensen die gestorven zijn? En wat als je nog leeft? Wanneer verschijnt hij nou eindelijk? Het gedeelte dat we gelezen hebben, de brief van de Thessalonicenzen, laat ook iets zien van de vragen die daar leven. Het is een gemeente in Griekenland, Thessaloniki. En daar is het evangelie verkondigd en er is een gemeente ontstaan. En de mensen die geloven in de Heer Jezus. En ze zeggen, Paulus, je hebt ons verkondigd dat Jezus gekomen is, dat hij gestorven is, dat hij weer is opgestaan, dat hij naar de hemel is gevaren en dat hij eenmaal komt. En dat geloven we. En we zien er naar uit. Maar hoe zit het, Paulus? Wanneer komt hij nou? Hoe is het als je gestorven bent? Zien we dan Jezus wel en elkaar? Ja, er bestaat een grote kans dat die mensen daar in Thessaloniki, dat die allerlei gedachten hadden vanuit hun cultuur, vanuit hun opvoeding, vanuit hun achtergrond, wat toch een hele sterke plek had gekregen in hun leven. En dat het vermengd is met het christelijk geloof. Want de oude Grieken die dachten dat als je eenmaal stierf, dat je dan als schim zou voortleven in de Hades, in het dodenrijk. Je lichaam wordt begraven, maar je leeft eigenlijk als schim door in het dodenrijk. En ja, dan moet je ook eerst de doodse rivier, de Styx, oversteken. Dat is niet gratis, want bootsman Charon die wil daar wel wat voor hebben. En daardoor werd er vaak een munt gelegd in de mond of op de ogen van de gestorvenen. En men geloofde dan dat zo'n schim dan naar de overkant gebracht werd in dat dodenrijk. En als je daar eenmaal was, kwam je er nooit meer vandaan. Dat was definitief. Daar leefden de schimmen voor eeuwig voort. Ja, en mogelijk heeft dat een plek gehad in hun gedachten. En ja, dan geloof je ook in Jezus. En je verwacht zijn komst heel snel. Maar ja, nu is je vader overleden. En die geloofde in Jezus. Maar als hij dan als schim nu voortleeft, hoe zal dat dan zijn? Zal hij dan eens er wel bij zijn als Jezus terugkomt? Hoe zit dat precies als ik zelf sterf? Want de context van dit gedeelte is dat 5% van die mensen in die tijd maar 50 jaar werden. De rest stierf jonger. Veel kindersterfte. Wat anders dan tegenwoordig dus. Hoe zit het met mijn man, mijn vader, met mijzelf? En Paulus die gaat er dan op in deze brief. Ergens had ik dan verwacht dat Paulus zou zeggen, je weet toch dat de Heer Jezus aan het kruis gezegd heeft tegen die man, die misdadiger, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is toch de verwachting. Je mag bij de Heere zijn. En de Heer Jezus vertelde toch ook die gelijkenis van de rijke man, de arme Lazarus. Allebei sterven ze. En de een slaat zijn ogen op in de hel. En de andere wordt gedragen in de schoot van Abraham. Jongen, Paulus, waarom doe je dat niet? Paulus, je weet toch wel hoe dat zit? Je gelooft toch dat het lichaam zal sterven en tot stof zal weerkeren, maar dat de ziel als het ware verder zal leven? En Paulus die zegt toch zelf ook ergens, ik verlang naar hem heen te gaan en bij de Heer Jezus te zijn. Dat is verreweg het beste. Maar Paulus gaat daar zo niet op in. Deze gemeente leeft heel sterk met gedachten over de wederkomst en hij gaat het dan uitleggen in vers 16 en 17. En hij schrijft dan, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting in de lucht. Paulus, hoe bedoel je dit? Nou, waarschijnlijk heeft Paulus gedacht aan wat er in die tijd vaker gebeurde. Als er een hooggeplaatste vorst, iemand met aanzien, naar een stad kwam, dan werd zijn komst aangekondigd. Want ja, deze man, als die komt, dan moet je er klaar voor zijn. Soms werd er dan op een bazuin geblazen. Bodes vooruitgestuurd, maak je klaar, want de koning, de vorst komt. En vervolgens werd er in de stad alles klaargezet,
werd er een welkomstcomité klaargemaakt en die ging dan richting die vorst om de vorst welkom te heten, welkom in de stad, welkom terug van de strijd wellicht. En werden dan als een welkomstcomité begeleid naar zijn stad. Welkom, om daar als vorst zijn intrek te nemen. Dat beeld gebruikt Paulus. En broeders en zusters, die verschijning van de Heer, die zal dus gepaard gaan met geroep. Geroep van een aartsengel, misschien wel Gabriel of Michael, waarvan we de namen kennen. Er zal een geroep klinken over deze hele aarde. Een stem die dreunt. En de bazuin zal klinken. Bazuingeschal. Indrukwekkend zal dat zijn. Het geluid van een kromme shofar. Vaak gebruikt om het volk bijeen te roepen. Nu wordt het volk bijeengeroepen voor de komst van de Heere. Je mag hierbij denken aan wat er gebeurde bij de Sinaï. In Exodus 19, vers 16, daar lees je dat op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op die ene berg waar het volk rondom was, donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Glorie, hemelse majesteit daalt neer en de elementen ze reageren. Zoals God eenmaal neerdaalde op de Sinaï, zo zal Jezus eenmaal en dan niet verborgen in een wolk, maar voor elk oog zichtbaar verschijnen. Volgens Marcus 13, vers 27 worden de engelen vooruitgezonden om de mensen als het ware bijeen te vergaderen. En als dat klinkt, dan zullen de doden die in de Heere zijn, zullen opstaan. Dat is wat. Zoals komt op de Munnikenhof. Zoals staat bij het graf van een geliefde. Dat je weet dat als de Heer Jezus komt, de bazuin klinkt, de engel roept, het graf breekt open. En dan zal het lichaam weer veranderd. Verenigd worden met de ziel. De doden zullen opstaan. En als wij nog leven, wat dan? Dan zal ons gebroken, beperkte lichaam in één keer veranderd worden. In een verheerlijk lichaam. Waarschijnlijk lijkend op wat het was, maar toch compleet nieuw. En wat zal er dan gebeuren? Ja, dan zullen we de Heere dus tegemoet gaan in de lucht. Om de koning der koningen, de Heere der heren, als die verschijnt, tegemoet te gaan. Welkom, Heere. U bent de vorst van het licht. En alle duisternis mag van de aarde af, want u komt. U bent welkom. Broeders en zusters, kunt u dat plaatje een beetje helder krijgen? Het is beeldtaal. Het is groter dan wij ooit kunnen bedenken, maar dit zegt de Bijbel. Jezus komt met eer en heerlijkheid. Wat zal dat zijn? Nou, dan mag je dus denken aan Exodus 19, die berg zo beeft. Maar ik denk ook dat de Heer zelf een voorproefje geeft in Openbaring 1. Daar waar de Heer Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos, is hij niet zomaar de leidende borg, is hij niet alleen maar de opgestane, maar dan verschijnt hij aan Johannes op Patmos als de verheerlijkte. En Johannes die tekent hem dan, dat hij daar staat met een gewaad tot op de grond, met de waardigheid van de grootste hoge priester, met een gouden gordel op zijn borst, als de koning die overwint. Zijn hoofd en haar, vertelt Johannes, zijn zo wit als sneeuw, puur en zuiver, als de volmaaktste profeet. Zijn ogen als een vuurvlam, als een goddelijke rechter. Zijn voeten, gloeiend koper, zo heilig is hij. In zijn rechterhand heeft hij dan de sterren, zo krachtig is hij. Uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard, maakt scheiding. Hij spreekt, het is er. Hij gebiedt, het staat er. Zijn gezicht, zegt Johannes, is als de zon midden op de dag in de zomer. Die straalt en schijnt, helder, licht, indringend. En zijn stem klinkt als een shofar. Indringend, gaat overal doorheen. Als een waterval,
dreunt, overstemt alles. Ik denk dat je dat in gedachten mag houden. Als wij vanmiddag nadenken over de verschijning van onze Heer Jezus. Wat zal dat groot zijn. Vol majesteit. De koning der koningen. De Heere der heren. Die als het ware zijn laatste triomftocht maakt. Jezus de Heilige. De mensenzoon in volle glorie. Jezus overwinnaar. Zo ontzagwekkend. Verschijnend, stralend als de zon. Ja, zegt een dichter. Straks, wanneer die grote dag begint en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan. Komt de Heer eraan. Ja, dan zegt het lied, heffen wij dit loflied aan. Want Jezus komt in heerlijkheid. Zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Ja, gezegend ben je als je vanmiddag mag nadenken over die verschijning eens in heerlijkheid. En je mag dat doen, weten dat hij als je redder komt. Paulus die schrijft aan het einde van zijn leven in 2 Timotheus 4. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Broeders en zusters, wil je zijn verschijning straks met vreugde, vol aanbidding en met dankbaarheid zien, dan komt het erop aan. Heb ik zijn verschijning in nederigheid. Door zijn woord, door zijn geest, door de verkondiging van beperkte mensen, heb je zijn verschijning lief gehad. Ja, dan hoef je niet bang te zijn voor het oordeel, als hij verschijnt. En zijn verschijning, en nu naar zijn voltrekking, de voltrekking van het oordeel, zijn dus bij het tweede punt van de preek. Als hij dan komt, dan zegt artikel 37, dan zullen de boeken, dan zegt schrijver Guido de Bret, dat zijn de gewetens, geopend en geoordeeld worden. Geopend en de doden geoordeeld worden. Naar alles wat zij in deze wereld gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van elk ijdel woord dat zij gesproken hebben. Dan zullen alle verborgenheden openlijk aan het licht gebracht worden. Hij komt in heerlijkheid. En elke blik met mijn ogen. Elk woord van mijn mond. Elke gedachte in mijn hoofd. Elke veeg op mijn telefoon. Elke klik met mijn muis. Alles komt openbaar. Alles komt in het licht. Hij zal het oordelen. Dat is heftig. Want zijn oordeel is rechtvaardig en eerlijk. Het klopt voor 100%. Als je nu een aflevering kijkt van de rijdende rechter, dan kun je denken, nou ja, die man zegt dit en de buurman zegt dat. En je weegt het. Maar voor 100% weet je het niet, want je weet niet alles en je weet niet precies hoe het zit. En dan kun je zeggen, ja, ik ga een hoger beroep. Of ik ga het op een andere manier bekijken, want het klopt volgens mij niet. Maar als Jezus komt en hij oordeelt u, jou en mij, zal het 100% kloppen. Zal niemand zeggen, het is niet eerlijk, klopt niet. Nee, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Ja, dan kun je mensen tegenkomen die zeggen, nou, als ik eens voor God verschijn, nou, dan moet hij me maar eens uitleggen waarom dit, waarom dat. Er kan soms heel veel pijn achter zitten. Maar niemand zal dat meer vragen. Want hij komt. En dan, broeders en zusters, dan ouderen en jongeren, zijn er twee mogelijkheden. Of je hoort bij de schapen, of bij de bokken, of bij de koren, of bij het kaf. Of je bent tarwe.
of onkruid. Of je hoort bij die groep die voor altijd bij de Heere mag zijn. Of je hoort bij de groep die voor altijd van de Heere verstoten is. Of je mag genieten van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Of je zult ten onder gaan in die plek die Jezus allereerst bestemd heeft voor de duivel en zijn engelen. De hel. Iedereen zal onsterfelijk worden. De een zal onsterfelijk zijn met een verheerlijk lichaam. Voor altijd genietend van hoe goed God was en is. Een ander zal onsterfelijk zijn. Maar dan een afgrijzelijkheid. Het is wat. Jezus vertelt van die arme Lazarus die gedragen wordt in de schoot van Abraham. En van de rijke man die zijn ogen opslaat in het vuur. En de hel is niet dat waar een dominee graag over preekt, ik niet. En als je dan de beeldtaal leest, dan is het beeldtaal. Het zegt wel heel veel. Over eeuwig pijn, eeuwig vuur, eeuwig ellende. Als hij zegt, ga weg van mij. En Jezus zegt het. Dus niemand die meer over het oordeel gesproken heeft in de Bijbel en over de hel dan Jezus zelf. En hij spreekt erover, terwijl hij zelf bloed zweet in Gethsemane. Omdat hij weet wat er komt. Omdat hij op Golgotha kermt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Broeders en zusters, ik vind het aangrijpend om in het boek Openbaring te lezen. Dat er mensen zullen zijn die roepen. Bergen val op ons en heuvelen bedek ons. Heeft u ooit naast een berg gestaan en gedacht, nou ik zou toch graag willen dat die bovenop me valt? Nee toch? Als je dan er zo staat en je ziet zo'n rotsblok en je denkt, jongen, die zou zomaar kunnen vallen. Dan blijf je er toch niet luchtig staan? Maar in het boek Openbaring staat dat als de Heere komt in zijn heerlijkheid, dat er zullen zijn die zeggen, bergen val op ons, heuvelen bedek ons. Met andere woorden, ik word liever verpletterd door een berg dan ik Jezus zie. Eenmaal zullen we staan voor de grote witte troon. En dan zal het derde oordeel worden voltrokken. Het derde oordeel? Ja, het derde oordeel. Zo zou je het kunnen noemen. Want het eerste oordeel vindt nu al plaats. Het eerste oordeel vindt op dit moment plaats. Tussen jou en God. Je gaat de kerk straks uit als vrijgesprokene of als veroordeelde. Want het is de Heer Jezus zelf die zegt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En hij zegt ook erbij in Johannes 3 vers 18, wie niet gelooft, is al veroordeeld. Geloof je? Mag je bij de Heer horen? Dan ben je vrijgesproken. Geloof je het niet? Wijs je hem af. Bekeer je dan. Want anders zul je veroordeeld worden. Ja, dat is het eerste oordeel dus. Hoe je de kerk uitgaat of hoe je de verbinding uitzet. Waar sta je? Het tweede oordeel dan? Nou, dat is als we sterven. Als we sterven, zoals de laatste adem uitblazen, dan, ja, dan wordt het dus definitief. Dan wordt het dus bekend waar je komt. Of je bent in de hemel of in de hel. Het wordt dan zichtbaar. En nu is het als het ware nog een tussentijd. En als dan het derde oordeel komt, dan zal dat hetzelfde zijn als het eerste en het tweede. Maar het derde oordeel, dat zal publiekelijk zijn. In lijn met het eerste en tweede. Maar definitief en volkomen. Want de nieuwe hemel en de nieuwe aarde breken aan. En de hel wordt afgesloten. Hij komt. Zijn we er klaar voor? Hij komt. Bent u er klaar voor? Hij komt. Ben jij er klaar voor? Als iemand je straks naar de dienst aankijkt en zegt, als Jezus nu terugkomt, waar zul jij dan zijn? Wat is daar op uw antwoord? Jezus die geeft de grondwet van zijn koninkrijk in Matteüs 5, de bergrede. En hij zegt in vers 29, als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit
En werp het weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat. En niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. In vers 30 zegt hij erachteraan. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af. Werp hem weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat. En niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Broeders en zusters, als Jezus komt, zullen de elementen brandend vergaan. Onze auto's vergaan. Onze huizen verbranden. Onze financiën zijn weg. Die Formule 1 auto's op Zandvoort, weg. Die auto's hier op het Kerkplein, weg. De fietsen, de scootmobiels, ook. Jouw auto, mijn auto, alles wat ik heb, wat jij hebt. En ik gun niemand van u dat u dan moet denken, had ik maar. Dat je voor altijd moet kermen. Had ik maar. Dat je voor altijd, voor eeuwig schreeuwt. Had ik maar. Had ik er maar minder aan vastgezeten. Had ik het maar losgelaten. Was ik maar niet zo hoogmoedig geweest. Als het gaat over het geloof, hoor ik mensen wel eens de uitspraak doen. Eigenlijk, meer dit, minder dat. En als je dat maar lang genoeg blijft zeggen, dan kun je dat woord uit elkaar halen. Eigenlijk. Dan is het definitief. Vanmiddag komt de Heer Jezus naar ons toe. Hij zegt, het derde oordeel wordt eenmaal geveld. Maar vanmiddag vindt het eerste oordeel plaats. Het is zijn liefde dat hij zegt, ik waarschuw je ervoor. Hij komt vanmiddag nog als de redder en verlosser. En hij steekt als het ware zijn armen uit en zegt, kom nu naar mij toe. Alle einden van de aarde. Kom naar mij en word behouden. Laat je paspoort getekend worden. Laat het getekend worden en weet, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Alle zonden. Misschien bent u wel bang voor een bepaalde boezemzonde. Voor dingen die je al lang verborgen houdt voor anderen. Zonde waarin je valt of soms bewust vasthoudt. Eenmaal komt het openbaar, je bent er bang voor. Broeders en zusters, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En de Heer Jezus, die zegt, kom, bekeer je en geloof. Want wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Wie in mij gelooft, hoeft het oordeel niet te ondergaan. Wie in mij gelooft, mag eeuwig mijn kind zijn. Wie in mij gelooft, mag weten, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Wie in mij gelooft, ziet nu nog in een spiegel, in een raadsel. Maar dan mag je hem zien. Met een verheerlijk lichaam. Hij komt. Zijn we er klaar voor? Het zou toch mooi zijn. Als we allemaal, misschien met schroom, maar toch, mogen zeggen, ja Heere, ik kom tot u. En ik mag weten, eenmaal zult u tegen mij zeggen, kom binnen. Dat niemand van ons hoeft te horen. Ga uit van mij. De verschijning van de Heere, de voltrekking van het oordeel en de verwachting van de gelovigen. Ja, misschien is er iemand die zegt, ja, het gaat vanmiddag over de wederkomst, het oordeel, over de hel. Ik vind het eng. Het grijpt me aan, ik word er gewoon bang van. Ja, waarom? Wat is de reden ervan? Guido de Berdi schrijft, daarom is de gedachte aan dit oordeel met recht schrikwekkend en angstaanjagend voor de bozen en goddelozen. Ja, dan heb je reden om bang te zijn. Maar zeer begeerlijk, dan mag je naar verlangen en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen, omdat dan hun verlossing geheel voltooid zal worden. Broeders en zusters, wat zal dat heerlijk zijn. Geen tranen meer. Nooit meer pijn. Lichamelijk niet, geestelijk niet. Geen zonde meer. Nooit meer een zonde doen. Nooit meer verleid worden.
Er zal geen oorlog meer zijn op deze aarde. Geen ramp. Er zullen geen communicatieproblemen zijn. Je zult je geen zorgen meer hoeven maken. Geen ruzie. Niets zal ons afleiden van de heerlijkheid van het Lam. En hoe het precies zal zijn, het is te groot om over te spreken. Het zal meer zijn dan wat een oog ooit heeft gezien. Wat een mens heeft gehoord en wat in ons hart is opgekomen. Dat is toch heerlijk? Nooit meer verwijten. Maar altijd bij de Heere zijn. Geen ziekenhuis meer. Begraafplaatsen? Zijn er niet. Huisarts bellen? Hoeft nooit meer. Dominees? Ze zijn niet meer nodig. Want iedereen kent de Heere. En als je misschien vanmiddag moet erkennen, en misschien wel te veel bezig met alles van hier en nu, dan kan dat te maken hebben met dat je te weinig inleeft in die situatie van die honderden miljoenen mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven. Dat je niet echt inleeft in de vervolging van zoveel christenen, zoals ik was in de tijd dat dit geschreven werd. Maar er komt een moment dat alle brute dictators van de troon worden gestoten. Dat alle slechte regimes worden weggevaagd. Satan die nu nog rondgaat als een brullende leeuw. Hij wordt in de hel geworpen. En de deksel gaat er als het ware op. Niemand, niets komt er meer bij. Alle ongerechtigheid, alle duister is dan daar. En het is licht. Het is volmaakte liefde. Volmaakte shalom. Het is eigenlijk niet te bevatten. Maranatha, Heer Jezus, kom. Ja, wanneer komt de dag? Wanneer, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt? Er geen tranen en geen rouw meer zijn? Iedereen zal zien hoe Jezus komt. Op de wolken met bazuingeschal. Vol van luister. Stralend als de zon. Heer, hoe lang nog voor u komen zal? Heel mijn hart juicht als ik u ontmoet. Wat een vreugde dat u bij mij blijft. Voorgoed. Dan kniel ik neer. Voor u, mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer. Kom. Verlangt u ernaar? Verlangen we naar de wederkomst? Verlang je ernaar om God voor eeuwig groot te maken? Iemand zegt ja. Ergens wel, maar het leven trekt toch ook. Dat is begrijpelijk. Ik sta ook midden in het leven. Allerlei dingen waar je zin in hebt, waar je plannen voor maakt, waar je mee rekent. En toch verlangen we ernaar. Of misschien mag ik vanmiddag het ook wel zo zeggen. Rekenen we ermee? Kijk, als je een kindje verwacht, als je in verwachting bent van een babytje, dan ben je natuurlijk veel mee bezig, maar denk je er nou elk moment aan? Elke seconde, er zijn heel veel dingen die aandacht vragen. En toch als je een kindje verwacht, dan hou je er rekening mee. In je beslissingen, in de keuzes die je maakt. Je houdt er rekening mee dat die kleine komt. Nou, houdt u er rekening mee dat die komt. Want het zal zijn als in de dagen van Noach. Eten, drinken, mensen gaan relaties aan. En dan in één keer de zondvloed. Noach hield er rekening mee. Broeders en zusters, houden wij er rekening mee. Want wanneer die dag komt, we weten het niet. Maar de Bijbel zegt dat de een zal worden aangenomen en de ander achtergelaten. Twee malen met de molen. Eén aangenomen, de ander achtergelaten. Twee op de akker. Eén aangenomen, één achtergelaten. En ieder die schuilt achter het bloed van Christus, zal dan voor eeuwig veilig zijn. En de Bijbel geeft in ieder geval twee indicaties van wanneer dat zal zijn. Als de evangelie over de wereld verkondigd is. Als het getal van de uitverkorenen vol is. En Petrus schrijft in zijn brief, de tweede brief. Maar laat vooral dit niet, u niet ontgaan, geliefden. Dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. En de Heere vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat traagheid achten. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Is Jezus
misschien nog niet gekomen, omdat er vanmiddag iemand is, hier in de Pinio-kerk, die tot geloof moet komen. Dat hij tot op vandaag gewacht heeft, omdat hij niet wilde dat jij verloren zou gaan. Kom tot Jezus. Hij wijst je niet af. En het geeft ons reden om te bidden. Kom, Heer Jezus. Maar als u nog niet gekomen bent, trekken nog velen. En laten we de komende tijd het leven tot we hem ontmoeten ook zien als een oefenen. Een oefenen in verlangen. Een oefenen om steeds meer gericht te zijn op hem. Hij komt. Hij, mijn rechter, maar ook mijn redder. Mijn schepper, maar ook mijn zaligmaker. Mijn Heere, maar ook mijn heiland. Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen om dan ten volle de belofte van God in Jezus Christus, onze Heere, te genieten. Kom, Heer Jezus. Ja, dat stel dat vroeg aan elkaar. Terwijl ze zelf bezig waren met hun eigen bruiloft. Als Jezus nu terugkomt, waar zul jij dan zijn? Gezegend ben je als je dan mag zeggen, dan ben ik bij de bruiloft van het Lam. Amen.
Zullen we tot de Heere gaan in ons gebed? Heere, wat zal dat zijn op die dag? Als u komt met zoveel heerlijkheid en majesteit. Wat zal dat indrukwekkend zijn? Overweldigend. Majesteitelijk. U triomfeert. Volmaakt. En dan mag ieder die in u gelooft daarin delen. Heren, het zijn beelden, het zijn woorden en het gaat ons bevattingsvermogen te boven. Maar dank u wel voor de houvast en troost die u geeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo klein wilde worden dat u onze volmaakte redder kon zijn. En dat u straks als volmaakte redder in alle grootsheid zult komen. En we bidden u opnieuw. Laat niemand van ons dan hoeven te schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. En Heer, dan kent u ons in ons leven. Dan weet u het als we wind mee hebben. Als het allemaal voorspoedig gaat. En het kan niet op. Tegenslagen, het valt allemaal heel erg mee. Heer, bewaar ons dan voor hoogmoed en voor afdwalen. Geef Heer dat we bereid zullen zijn. Heer, en als de zorgen soms de overhand nemen, als tegenslagen soms bovenop elkaar stapelen, als het leven soms heel zwaar is en we het eigenlijk niet aankunnen, troost ons dan dat het eenmaal anders wordt. Geef dat we daar zicht op hebben en houden, Heere. Grote God, we bidden u voor een ieder die worstelt met zijn eigen zonde, die worstelt met de vraag of die er wel bij mag horen. Geef, Heere, dat te midden van alle vragen van onze kant, dat we niet blijven hangen in onze eigen gedachten, maar mogen zien op u. Open onze ogen en geef dat we ons zullen bekeren en het evangelie geloven, zodat niets ons zal scheiden van uw liefde, ook niet als het donkere uren zijn, ook niet als we door de Satan gezift worden als de tarwe. Heer onze God, zegent u ons zo de komende weken, als de dingen van het leven onze aandacht vragen. Wees bij ons als we misschien weer naar school gaan, na een heerlijke periode van vakantie. Zegent u ons, Heer, als het werk misschien weer extra druk wordt. Zegent u ons als we voorbereidingen treffen voor het kerkelijke seizoen, wat binnenkort gaat gebeuren. Zegent u ons als gemeente, ook als kerkenraad. Leid ons, Heere. Geef dat we in de verwachting van de wederkomst ons werk mogen doen. Geef dat we veel van uw geest mogen zien in onszelf en vooral ook in de gemeente. We danken u, Heere, voor het werk wat de dominee van der Reen en mij gedaan mag worden. Zegent u ons als verkondigers van de boodschap, van uw woord. Zegent u de dominee van der Reen als hij kleine 6 jaar geleden verbonden is aan de gemeente. We danken u voor wat hij voor ons mag betekenen als gemeente en voor hoe u hem gebruikt. Zegent u ook in de komende tijd. Ook als de synode veel werk vraagt, veel energie kost. Geef dat hij met vreugde dat werk mag doen om zo uw koninkrijk te bouwen. Om de kerkverband te dienen en daarmee ook ons als gemeente. Geef, Heere, wat nodig is. Omdat wij als gemeente niet verslappen, niet eronder gaan door dwaalleer, maar volhardend zijn. En elkaar mogen troosten. Heer Jezus, belijd zo onze namen voor uw Vader. En kom terug. Doe het spoedig, Heere. Ja, Maranatha, Heer Jezus. Kom. In Jezus' naam. Amen. Het leven gaat soms door ups en downs. Er kunnen dingen zijn die je vol van vreugde maken, maar ook vol verdriet. Maar als je in de Heer Jezus gelooft, is het einde zeker. Dan mag alle lof, alle eer, mag naar de Heer. En daarom is onze slotzang, Psalm 150, het eerste vers. Om het voorspel mag u uw gave geven in de dienst van de Heer.
ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.